bent. Hoe is het? Ik dacht, ik neem jullie een keer mee. Nou ja, ik laat even zien wat ik doe qua werk. Het is hier een beetje lawaaierig, want ik ben postbode. En ik sta hier in Delft op de Brasse Kade. Dat doe ik al een tijdje, dat postlopen. Dat doe ik nu een jaartje of 3, 2, 4, zoiets, zeg maar. Dat is hartstikke lastig. Nou, ik ben een beetje aan het treuzelen hoor, maar ik loop nu bij de Sumatra. Dit is de Sumatra straat, daarachter zit de Lomborgstraat. Dit is de Brasse Kade, dat daar. Zelbertstraat, Javastraat en de Tonatenstraat. Shoutout naar jullie, naar die straten. Het leuke dus aan postbode zijn is buiten lopen in het mooie weer. Dat is tegelijkertijd ook weer een nadeel als het slecht weer is. Weet het? Tip, mocht je ooit verdwalen in een stad, dan kun je heel goed zien, dan moet je zo gauw mogelijk bijvoorbeeld naar het centrum zien te komen. Hoe heet het? Het centrum van Delft is in dit geval daar. Trouwens, dit is een buurthuis. Ooit, jaren geleden, heb ik op de Brasse Kade een keer oud en nieuw gevierd. Dit buurthuis, weet u nog? Toen waren we verdwaald en toen liepen we richting een kruispunt. En dat kruispunt dat zit daar. Maar eigenlijk hadden we daarheen. Of ja, nou ja. Raakten we verdwaald? Weten we het nog? Ja. Leuk. Dus tip als je verdwaalt, zeg maar, in een stad, zeg maar. Het centrum zit in dit geval daar. En aan je. Hoe heet het? Er is altijd één kant van de weg, zeg maar. Daar zitten de even nummers en de oneven nummers. En die zitten altijd aan dezelfde kant. En richting het centrum telt het af. Dus nummer 1 zit het dichtst bij het centrum. En nummer 2 zit ook het dichtst bij het centrum. En zo telt het af. Dus mocht je ooit verdwalen, dan is dat een goede om het te onthouden. Ik loop nu weer even terug naar waar ik mijn fiets heb neergezet. Dus hier hebben we nummer 8. Dit is de Sumatrastraat, nummer 8, 14, 12. En hoe heet het? Dus, dat is in dit geval, loopt het op en zit het aan mijn rechterkant. Dus dat betekent dat het altijd, even nummers zitten altijd rechts. Als je van het centrum afloopt. Kennen we hem nog? Ik ben even pauze gaan houden hier bij Jorisweg. Jorisweg zit ook in mijn postroute. Dit is de O-Singel. En aan het einde, hoe heet het, daar aan het begin, zeg maar hier de hoek om, dan daar zit eigenlijk het begin van mijn postwijk, de Surinamestraat. En daar zit de Koeportbrug over deze brug en dan daar aan het einde. En dat is het einde van de wijk. Ik ga nu deze straten doen. Zo, en nu loop ik hier aan de rand van de binnenstad. Achter mij zie je de Koeportbrug. Zie je hem? Ja, je ziet hem. Mocht je afvragen, waarom heet dat nou de Koeportbrug? Waarom heet die straat nou, waarom heet die brug nou zo? Je hebt hier namelijk de Koeportstraat. Ik weet niet of je het kan zien, ik zie mezelf niet goed. Goed, Koeportstraat. Anyway, dus we hebben nog één briefje van Werkse. Dus die gaan we nu even posten. En ik neem jullie even mee in actie. We'll be right back.
Nou, dat was het dus. Ik ga nu als een spier naar huis toe. Want ik heb een afspraak. En hoe heet het? Ik spreek jullie later wel weer. Maar goed. Hi. Hi. Je bent toch niet aan het volgen, hè? Jawel. Vind je dat goed? Oh, daar kwam ook mevrouw. Je mag even zwaaien vandaag. Hey! Zie je maar hoe dat kan lopen, hè? Ik wilde eigenlijk heel wat anders gaan doen. En toen gebeurde er toch iets onverwachts. Je ziet, mensen reageren tegenwoordig leuk op zo'n vlog. Zo, het kan misleidend zijn, hè, zo'n vlog. Ik zag er best vrolijk uit eerder vandaag toen ik de post deed. Toch, het ging best wel goed. Terwijl ik eigenlijk een hele moeilijke dagstart heb gehad vandaag. Daarvoor. Dat is ook wel een voordeel aan werken bij werkse. Er is ruimte voor. We hadden zeg maar een. We hebben dan elke dag een soort dagopening. Dus waarin een beetje gekeken wordt. Wat is er allemaal nodig? Wat gaat er allemaal gebeuren? En. Hoe gaat het met iedereen? En zo'n beetje zo'n werkoverleg aan het begin van de dag. Dat doet elk bedrijf wel misschien. Waarin ik dus aangaf, geëmotioneerd, dat het niet helemaal mijn dag was. Er gierde nog steeds af en toe spanning door mijn lijf. Ik heb me wel weer 100% beter gemeld. Maar goed, ik ben er nog niet helemaal geestelijk. Dus gewoon, dat komt. Ik ben heel erg ambitieus en bij volwassen worden hoort ook teleurstelling, zeg maar, en acceptatie en dat soort dingen. En dat is bij mij een terugkerend thema en dat zal iedereen wel hebben, zeg maar, als je het hebt over midlife crisis, zeg maar. Weet je wel, daar zit ik nu middenin. Mijn midlife crisis verloopt iets anders dan dat ik gehoopt had. Ik ga nog wel misschien een tatoeage zetten. Als ik er doorheen ben. Misschien later dit jaar. Misschien volgend jaar. Let het niet. Ik weet al wat het ontwerp wordt in ieder geval. Maar het probleem is dus. Ik had liever een midlife crisis gehad waarbij ik gewoon het geld had gehad om een auto te kopen en dat soort dingen. Maar goed, je hebt niet alles voor te kiezen. Ik merk dan toch alweer, als ik dan weer even zo'n paar dagen heb gevlogd en weer vandaag zo'n vlog opgenomen heb, dat het toch wel een fijn gevoel geeft. Vlog is goed voor je zelfvertrouwen. Dus eigenlijk wil ik jullie gaan overhalen om ook eens een keer te vloggen. Met name mensen die ik ken. Zou ik het leuk vinden als je een keer een vlog over iets maakt in je leven. Of gewoon iets vertelt in een camera. Het zorgt ervoor dat we dichter bij elkaar komen. En ja, dat is zeg maar het effect wat vloggen heeft. Ik ga het je makkelijker maken. Ik zou wel eens willen weten, als jij zeg maar zin hebt om een vlog te maken, vertel mij maar eens wat jouw leukste ervaring was op vakantie. Wat is je leukste vakantieervaring? Wat springt er nu in je hoofd? En vertel maar. En post de video hieronder en dan ben ik benieuwd. Hoi! Ja, dit was het wel weer voor vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt van deze vlog. En geef een duimpje omhoog, geef een reactie hieronder en dankjewel voor het kijken.